Nee. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario Maker Challenge 100 levels met 100 levens, maar super moeilijk weet ik het allemaal nog meer. Ik ben Zelda Player 20, ik ben er weer. Leuk jullie allemaal dat jullie weer kijken, ik heb hier zo geen zin in. Ik ga gewoon rechtstreeks naar beneden. De vorige keer hebben wij... zijn we super moeilijk gestart. We hebben één makkelijk leveltje gehad en we hebben hier het einde van de level gevonden. Alleen het spel besloot om eventjes een troll move te geven. En daardoor hebben we dus het probleem dat ik dus weer dit level moet gaan doen. Maar nou dat ik weet hoe dit level gehaald moet gaan worden, ga ik dit level nu ook halen zonder nog maar één keer te falen. Want ik heb echt geen zin om nog een keer te falen. Hier zit ergens een hidden blok en daar heb ik geen zin om daarin te trappen. Plus, trouwens, als jullie willen weten waar dat Divine naartoe laat. Divine, die gaat naar Death. Waarom gaat hij naar Death? Omdat er boven een Tromp zit. Waarom zit er boven een Tromp? Omdat de maker van dit level gewoon irritant is. Hier word ik weer bijna geraakt door die Tromp. Oké, nou, die Bowser is ook weg. Ik sta hier safe, ik sta hier safe, ik sta hier safe, ik sta hier safe, ik sta hier safe. Waarom kan jij eigenlijk niet die Tromp op je doos krijgen? Gewoon zo van, poink. Doei. Oké, goed. Je moet hier omhoog. Wat zit er in die deur? Ga ik niet uittesten. Waarschijnlijk kom je dan uit bij die spikes daar. Oké. Ik neem hem gewoon mee. Screw it. Ik heb hits en ik zal ze gebruiken ook. Daag. Level gehaald. Screw jou. Hier heb je de wijsvinger. Want de middelvinger vind ik een beetje te grof. Omdat mijn kanaal blijft kindvriendelijk. Maar serieus. Dit level was gemeen. Die stomme Kaizo traps. Nee. In ieder geval, ik heb jullie nog niet verwelkomd in de video. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben er nog steeds. 8 seconden later dan dat wereldrecord. We hebben gewoon al 2 van de 6 gehaald. Is super moeilijk. Ik verdien een Nee, niet weer. Nee. Don't kill me. Kunnen we die step pakken? Nee. Wacht eventjes. Ik heb een idee. Ik heb hier gestaan. Zit daar. B-switch. Waarom staat daar een B-switch? Dat was dom. Ik keek op mijn tablet naar die comments. En dat moet ik niet doen. Dat is niet slim. Maar je zou denken dus... Goh. Waarom kan hij niet omhoog? Oh, omdat die Tromp niet omhoog kan. Maar, zou ik dat niet? Oké. Hé? Wacht eventjes. Hoe? Moet ik dan toch hier al op springen? Oh! Nee, dan moet ik op spin jumpen! Dit wordt een Kaizo level! Blijkbaar. Maar waarom die P-switch dan? Want dan moet ik opschieten om dus zo snel mogelijk bij die P-switch te komen. Oké. Okay. Got it. Got it. Concentratie. Concentratie is sleutel. Oké, okay, gewoon lekker langzaam. Zoals jullie al weten, ik knip niks. Oké, okay. Concentratiesleutel. Doink, 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 doink. I can do this. Goed zo.
op. Dat was dom. Die P-switch die moet je dus op het juiste moment zien te raken. En wat ik probeer te doen is die P-switch juist. Oh, kom op, kom op. Nee! Ah, dit level wordt het einde van me. Switch! Oh. Goed. Ik heb het anders doen. Poink. Nee, ik moet... Kom hier. Kom op, Zeep. Het is... Dit is een kleine, 26 graden. Ah, I missed. Dit gaat al mijn levens opvreten. Al die fair levels die ik tot nu toe heb gehad. Game over. Ik maak dezelfde... Ik maak gewoon de hele tijd dezelfde fouten. Dat moet ik niet doen. En de reden dat ik gewoon stil ben, dat is gewoon echt geconcentreerd. Gewoon concentratie. Zoals ik al zei, er wordt niet geknipt. Dit is gewoon puur faal. Faal-ironisch. Reactions. Hoe zou jij reageren als je dus faalt bij een Mario game? Zo! Kent u dat Mario-spel, wat zo leuk was, uit de jaren vroeger? Uit de jaren vroeger. Zelfs mijn audio-commentaar die gaat er helemaal aan onderdoor. What's up, Dank? Ik krijg dat nog niet eens meer voor elkaar, nou dat ik weet dat ik moet haasten, omdat daarboven dus gewoon echt dat je die P-switch ervoor nodig hebt. En je kunt die P-switch ook nog eens een keer niet meenemen. Dus wat ik probeer te doen is om op het laatste moment eigenlijk daar een beetje te raken. Oké, kom op. Kom op. Kom op. Bijna! Mijn controller overleeft dit wel. Ik niet, maar mijn controller zal het overleven. Eevee, help me. Rage is growing. My controller I can throw in. Oké, wacht. Wachten. Spring op die P. Spin jump. Concentratie. Ik druk op de springtop om zo hoog mogelijk te komen. Oh, je hebt hooguit maar 5 of 6 seconden om daar binnen te komen. Nou, 5 seconden dat zou nog eigenlijk best wel veel zijn. Ik denk dat je hoger maar 1 seconde hebt om daar binnen te komen. Oh, nee. Spring. Zo. Geen seconde te verliezen. Go. Concentratie. Kom op. Ik kan dit. Niet. En het ergste is, ik weet dat ik het kan halen. Ik vind gewoon dat stuk... Ik weet dat ik het kan halen. Dus wil ik het ook. Ik weet nog niet eens wat die comment zegt. Oh, P-switch moet daar... Zo dichtbij! Oh. Slim. Slim. Goed bezig, Zeep.
Goed bezig. Dit zijn echt van die... Ik denk... Ja, dit... 100% Kaizo. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Kaizo, maar... vroeger met Super Mario World van de Super Nintendo. Toen hadden... Een groep mensen die dachten dat het een leuk idee zou zijn... Om dus... Mario World levels te maken zo extreem moeilijk mogelijk. En dat werd dus Kaizo Mario genoemd. En die Kaizo Mario levels zijn gemeen. Oké, kom op. Oké. Nee! Oké, ik heb dat stuk gehaald. Deze die wordt geskipt. Dat is echt ook geen leven meer over. Deze gaan we skippen, jongens. Ik heb het gezegd. We hebben zeker 29 levens aan dit level verprast, weer een Japanse. Wat? Oh, dit zijn die trickjump levels. Denk ik. Kan ik dit halen? Oh boy. En één paal is... Oké! Okay. Fair enough. Ik neem aan dat je op dat ding moet springen, dan zo moet rechtlijnen, dat je dan een trickjump moet... Of je moet hem zelfs... Wacht, volgens mij... Nee, kom terug! Bijna! Oh, bijna! Ik weet hoe ik hem moet halen! Ik weet hoe ik hem moet halen! Ik kan deze halen! Deze kan ik halen! Zonder veel levens te verliezen! Deze kan ik halen! Gewoon een tik! Het is gewoon heel rustig! Op het laatste moment, spinjump en... Nee! Ik kan deze halen! Ik kan hem! Ik kan hem! Ik weet het! Ik weet dat ik deze kan halen! Ik ben een shape! Ik ben een Zelda-player! Ik ben Mario! Ik ben een Eevee trainer! Ik ben van alles! Ik kan dit! Oké, okay, concentratie. Go! Nee! Home. Anders gaan we gewoon eventjes mediteren dadelijk gewoon. Anders gaan we gewoon mediteren. Ah, ik spring weer te veel. Ik druk weer te snel naar rechts. Dat moet ik niet doen. Ik moet niet te snel naar rechts drukken, want dat gaat fout. Dat moet ik absoluut niet doen. Het is hier veel te warm, boor. Oké, dat hou je dus niet. Skip. Ja, ik zeg skip. Skip. Daar zit een trickjump in die ik dus niet ken. Spins are everything. Hé jongens, ik ben weer ver mijn levens eraan kwijtgeraakt. No. Just no. Iets met no. Dit is Super Meat Boy. Oké. Okay. Oh, no. Waarom die moeilijke levels? Oh. Ik denk dat mensen zich nou zorgen maken. Ik weet niet of mijn buren mezelf kunnen horen, maar die hebben ik zoiets van... gaat alles daar wel goed? Nee. Wat is er gebeurd? Mario Maker. Oh. Oké, dus we moeten hier echt... Kom op, dat hou je niet! Moet ik daar dan misschien een triple jump doen of zo? Hoe wil je dat je dat haalt?
Batman. Er is niet genoeg ruimte voor een triple jump daar. Dus. Oh, no. Volgens mij is dat mogelijk, jongens. Volgens mij is dat level daar... Volgens mij die jump. Die jump daar alleen al. Volgens mij is die gewoon onmogelijk. Onmogelijk. Nederlands, kan ik nog spreken? Nee. Ik bedoel, dit stuk is best makkelijk te doen. Ik bedoel, als je eenmaal het door hebt hoe het werkt of je hebt Meat Boy gespeeld, ja, dan... Oh, ho, 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 ho. Kom op. Kom op, I can do this. Oh. Ja! Dat is zo gemeen! Oh, dat is zo gemeen! Die eerste die kun je echt net halen! Oh, zeg maar totdat het einde van het level ook gewoon is, of tot er een checkpoint zit of iets. Gewoon iets! Please put me out of my misery! Oh, dat was te vroeg, dat was te vroeg! Is het waar? Nee hoor, kom je erbij. Waarom knip je niet gewoon? Hé, dit is super moeilijk, dus als het super moeilijk voor mij is, dan is het ook super moeilijk voor jullie om te kijken. Nee hoor, wij vinden het heerlijk om jou zo te zien falen. Ik spin te laat. Ik spin veel te laat. Maar volgens mij is dat nummer ook een beetje om aan te geven hoe vaak dat je moet spinnen. De eerste is 3, de tweede is 2. Al spin ik daar 3 keer als ik daar 3 keer wil spinnen. Ik raad hier echt een Gamepad of Gamepad Pro voor, jongens. Stel je voor dat je dit op de Wii Motion controller zou gaan doen, dan moet je de hele tijd zo schudden. Nou, dat is ook niet te doen. Oké, kom op. Te vroeg. Da 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 da. I'm done! Nee, ik moet dit level halen. Ik moet dit level halen. Gaan dit level gewoon halen. Oké. Ik bedoel, dit eerste stuk. Geef gewoon een checkpoint. Ik bedoel, serieus. Het is niet dat ik daar nog dood ga. Probeer daar nog een cheap death te krijgen of zo. Ik bedoel, is dit stuk niet moeilijk genoeg al? Ik bedoel, ik heb het 1 keer gehaald. Ik krijg het gewoon niet nog een keer voor elkaar, omdat het gewoon zo vervelend is en zo pietje precies pixel perfect beloni. Leuk joh. Ja, laten we een extreem moeilijk level gaan maken voor Mario Maker. Oh. Ik wist niet trouwens dat je ook kunt spinjumpen van muren af. Dat wist ik niet. Daar kom ik nou pas achter. Dat moment dat je echt denkt van, oh shit, verdorie. Ik spring te laag. Nou word ik geraakt door die zagen. Oké, gewoon een beetje momenten maken. Kom op, ik spring dan toch op het hoogste moment. Ah, oh, ik krijg een kramp van in mijn klauwen, zo erg is het. Nog 51 levens. Serieus, maak er gewoon een opening voor mij. Ik krijg blaren op mijn duimen. Die deur, die is zo gemeen. Het is net een arcade game gewoon, waar je ik weet niet hoeveel euro's in pleurt. Alleen maar omdat je denkt dat je het elke keer kan halen. Maar dat het gewoon zo gemeen messed up is. Dat je echt zoiets hebt van, oh kijk, ik kan het halen. Oeh, net niet gehaald. Kom, ik gooi er nog een euro in. Voor je het weet heb je er 100 euro's in gegooid. Serieus, blijf weg van arcade. Zo werken ze. Ik bedoel, dit is een spel. Dit is niet Rick. Oké, het is bijna Rick, zou ik zeggen. Maar ik bedoel, dit is gratis. Dit is for free. Je hebt het spel gekocht. Het spel is jouw eigendom. Je kunt het spelen zo vaak als je wil. Gaat alles goed? Nee!
ik denk toch echt dat ik dadelijk eventjes heel even gewoon een break neem en gewoon begin te mediteren. En toch echt zoiets heb van, goh, dit level, dat moet te halen zijn. Het moet gewoon te halen zijn. Het moet, het kan, dit kan niet kloppen. Dit overleef ik zo niet langer. We zitten alweer 21 afleveringen in deze minuut. En ik weet het, ik zeg dat met opzet. Dat is een running gag. Snap dat nou eens. Ik moet eigenlijk nog naar mijn werk ook nog eens een keer. Goh, Mario, wat heb je gedaan? Ja, ik word mijn werk Mario genoemd. Ik weet ook niet meer waarom. Maar goed. Wat heb je gedaan? Je bent zo uitgeput. Gaat alles wel goed met je? Nee! Waarom niet? Ik heb Mario Maker gespeeld! Ja, dat is toch niet zo erg? Super moeilijk. Neem de rest van de dag maar vrij. Daar zou ik blij om zijn. Kan ik wel gaan editen? Kan ik eventjes rustig even wat afkoelen? Misschien naar een zwembad toe of zo, omdat het is zo heel erg warm. En nou word ik bijna dadelijk... Dit wordt de eerste... Nee, ik dacht echt dat dat mijn eerste cheap dead zou geworden. Goed. Ik knip gewoon eventjes naar voren. Oké, serieus, ik heb nog maar 35 levens over en ik word er echt een beetje ziek van. Die ene jump, jongens. Die is zo pixel perfect. Tot dat level zichzelf in een koffer kan stoppen en gewoon kan zeggen van... Hey jongens, ik ga op vakantie, want ik heb het er helemaal mee gehad. Serieus, ik blijf maar doodgaan op diezelfde punt. De eerste volgende die dit level zal zien, zal daar ik weet niet hoeveel tics van die stomme kruisjes zien. Omdat ik daar constant dood blijf gaan, omdat ik die sprong niet meer kan maken. En elke keer als ik die sprong net kan maken, dan kom ik bij die deur, bij dat ene blokje. En dan spring ik er net overheen of ik spring net tekort en noem maar op. Ik serieus... Pixel perfect crap! Verman jezelf. Kom op, je kunt dit. Weet je nog? You can do this. You have this in the bag. Ik weet niet waarom ik in één keer Engels begin. Allemaal van die dingen die je gewoon in het Engels kan zeggen. Maar dit... Ik ben echt serieus gefrustreerd nu. Ik sta op het punt om gewoon te zeggen van, nou jongens, het was hartstikke leuk dat jullie waren, leuk dat jullie keken. Zelfs mijn knop die wil niet meer eens reageren. Mijn knop, ik zit hier te spinnen als een gek, maar die knop die heeft zoiets van, nee, ik heb geen zin nog om te luisteren. Ik heb helemaal geen zin meer in. Net zo min als dat ik nog zin heb in dit level. Here we go. It's gonna screw me. Zie? Je moet die spins zo pixel perfect neerzetten. Ik haal het niet meer. Ik weet niet waarom. Ik haal het gewoon niet meer. Ik probeer die sprong en weer faal ik. En dan probeer ik hem weer en dan weer faal ik. Dan spring ik weer te vroeg. Dan spring ik weer te laat. Dan druk ik weer net niet op tijd op die R-knop. I'm so done. That's it. I'm done. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie nog een hele fijne dag hebben. Leukste momentje, leukste aflevering. Weet ik het allemaal nog meer? Pleur het ergens neer in de reacties. Pleur het ergens neer. Laat een like achter of dislike. Wat je ook neer wil leggen. Like, dislike, duimpje omlaag, duimpje omhoog. Ik ben klaar. Screw dit level. Ik ben weg.